Yes. Nou ja, goed. Zoals jullie kunnen zien, ben ik weer in voorbereiding. En ik ben in voorbereiding om al liefst 3 dagen lang keihard mijn best te doen om weer karper op de kant te krijgen. En er hoort ook bij dat ik mijn spulletjes lekker aan het inpakken ben. Dus daar ben ik op dit moment super druk mee. Uiteraard 3 emmers gevuld met wat particles en halve boilies. Hier heb ik nog een zak met al wat halve boilies dat voorbereid zijn. Zeker op een kanaal waar het op stroomt, is het gewoon super belangrijk dat het gehalveerd wordt. Mede daarom blijft het vaak gewoon goed liggen. En uiteraard dat extra zakken krilmassel, extreem. Dus wat dat betreft, goede voorbereiding is het half werk, zeg ik uiteraard altijd. En wat ik nu ga doen is de resterende spulletjes in de auto gooien en dan lekker die kant op. Goed, ik ben eindelijk onderweg en het is toch maar altijd wel weer een heel dingetje om met al je spullen richting de waterkant te gaan. Valt toch altijd wel weer behoorlijk tegen. Daarentegen moet ik ook nog een flink stuk wandelen zometeen om met al mijn karpengear aan de waterkant te komen. Maar goed, als dat eenmaal gelukt is, dan lekker de spulletjes uitpakken, alles klaarmaken, even het eten. En dan kunnen de Engels erin. En dan hopen dat er gewoon wat mooie vis op de kant gekomen. Daar gaan we uiteindelijk voor. Dus ik heb er zin in. Goed, jullie zien het al. Mooi combi riggie met eronder een snowmannetje. En goed, de Engelsen leggen op de plek. Ja, nu is het een kwestie van naar wachten, jongens. Ik ben uiteraard super benieuwd. En nog een paar halve bolus bijgedropt. Dus wat dat betreft. Yes, nee, goed jongens. Ik ving net zojuist een brasem. Het is nu 5 uur 's ochtends. En het is tot op heden nog behoorlijk stil wat karpen betreft. Nou ja, goed, we hebben nog even. En ik heb even de lamp aangezet, die staat behoorlijk fel. Dus we wachten gewoon af. Hopelijk loopt hij zo meteen nog af. Het is tervels koud, dat zie je zeker. Maar goed. Nou ja, goed. De hele nacht was het akelig stil. En ik zou 3 nachten gaan zitten. En ik had vanochtend al zoiets van als dit aankomende nacht weer zo verloopt, denk ik dat ik er morgen gewoon mee stop. Maar goed,
net gebeurt er iets wonderbaarlijks. Ik weet een gigantische groot schubkarp te vangen. Ik heb hem al gewogen, ik heb hem even weggelegd. Hij woog maar liefst 23,7 kilo. Dat is een nieuw persoonlijk record voor mij. Ja, ik ben gewoon echt euforisch. Ik ben echt super blij. En ja, ik neem even mijn rust. Een half uurtje en dan ga ik hem lekker op beeld zetten. En dan laat ik hem lekker aan jullie zien. Ja, en dit motiveert me uiteraard om er zeker ook morgen nog een nacht aan te plakken. Want zoals jullie begrijpen zit ik nu al lekker op een, ja, echt op een hele grote roze wolk. Tot zo. Goed, wat een kanjer. Echt zo blij mee. Het was de afgelopen nacht ook echt heel erg koud. En ik had eigenlijk al een beetje een hard hoofd erin. En ja, uur geleden liep eindelijk mengel af. En dan met wat voor vis, jongens. Voor mij tevens een nieuw record. Ik hoop dat ik hem eventjes ja, goed kan optillen. Dus kijk, jongens. Wat een klapper. Niet verwacht dit. Oh, wat een ding. Het is amper te tillen. Til hem nog even één keer op. En dan ga ik dit monument gewoon weer lekker vrij tegemoet laten. Ik ga er ook niet te veel mee kloten. Het is een hele zware, dikke vis. En ik zelf ben toch altijd wel een voorstander van op het moment dat je zo'n vis vangt. Zo'n mooi monument. Lekker weer snel de vrijheid in. Gewoon super belangrijk om deze mooie vissen te bouwen op onze Nederlandse kanalen en rivieren. Want wat ben ik blij met deze. Tik hem, joh. Ben ik blij met deze kanjer, jongens. Zwaarste vis, nieuw record. Dikke vette kus erop. Oh, en het is weer mooi geweest. Lekker. Maaltijd van deze sessie, een heerlijke zigeunerschnitzel. Uiteraard heb ik mijn vaccinelichtjes ook weer aanstaan. En heb ik helaas ja, naar die megaschub geen karpen meer weten te haken. Ik heb nog een uur of 10 te gaan en dan, ja, dan sta ik er toch echt. Ik ben uiteraard super blij met het behaalde resultaat. Met zo'n grote schubkarpenvangst had ik niet durven dromen, eerlijk gezegd. Goed, jongens, de hengel liep weer knijter aan tap. Oh. Ik hoop dat hij een klein beetje mee wil werken. De temperatuur is echt flink koud. En ja, de vissen die ik eerder ving, die waren eigenlijk allemaal behoorlijk passief.
Deze daarentegen, ja, klapte er echt keihard vandoor. Eigenlijk helemaal niet verwacht. Wow. Prima kanaalschub, jongens. Oh. Echt meewerken wilt hij niet. Ja, dat merkte ik eigenlijk net ook al aan de hengel, joh. Hij was er helemaal niet mee eens. Lekkere wind, de pens eronder. Ja, heerlijk. Toon jullie nog even de andere zijde en dan gaat hij weer lekker terug. Super blij mee. Ja, ik mag er weer een bij schrijven. Zo. Even kijken hoor. Of... Yes. Blij mee. Dikke kus erop en eigenlijk wil ik terug het kanaal in. Heel goed jongens. Het is weer mooi geweest. Zoals jullie kunnen zien ben ik nu druk bezig om al mijn carpgear in de auto te gooien. Het enige wat ik nog even hoef te doen is mijn tent op te ruimen en in de auto te gooien. Ik heb de afgelopen uur nog 2 braaspers bij weten te vangen. Ja, en ik ben er klaar mee. Dus wat ik ga doen is over een week of 2 weer terugkeren. En opnieuw kijken, mijn best doen om karpen te vangen. Zoals jullie kunnen zien ben ik onderweg naar de stek waar ik vanmiddag 2 kleine schepje paardkost met daarin wat gecrunched boilies en halve boilies heb verspreid gevoerd over de plek. En ik kon het niet laten, snel mijn visspullen in de auto gesmeten en snel naar de stek toe. Ik heb er uiteraard wederom weer heel veel zin in en we gaan er gewoon een mooie sessie van maken. Vangen we niks, ook prima. Altijd nog beter dan alleen maar thuis op de bank zitten, want dan ga je zeker niet vangen. De plek waar ik vis is in principe vrij relaxed. Ik kan gewoon vanuit de auto vissen, dus af en toe gooi ik gewoon even mijn auto aan. Kan ik even op de temperatuur komen en mijn rig zijn werk laten doen. Ga ik zo meteen nog wel even een klein beetje wat over vertellen op het moment dat ik lekker weer in de auto zit. En de stek is in principe ook best wel relaxed. De vissen die kunnen gewoon een keiharde run nemen. Zonder de kans dat hij er obstakels in zwemt. Dus dat is wel relaxed van deze stek. En we gaan er weer een mooie sessie van maken, jongens. Yes, nou goed. Ik heb de rigs zojuist gedropt in het kanaal. En ik wilde jullie toch nog even een klein beetje meegeven wat het idee erachter is. Mijn bouwlamp al klaarstaan op accu. Hier staan de hengels. Zet even mijn lamp neer. En in principe heb ik de rechterhengel die kant een meter of 6 hier vanaf in het midden van het kanaal leggen. Mijn linkerhengel heb ik daarin tegen. Je ziet het al, hè. Een piepie is vaak toch wel een goede teken. Mijn linkerhengel heb ik in principe in het midden van het kanaal leggen. En ik heb een super lichte zingers op. Dus de beetmelders reageren daarin tegen ook echt heel snel. En dat heb ik gedaan omdat ik natuurlijk iedere karper die over de voerplek heen drijft en tegen de lijn aan zwemt, toch een indicatie geeft. Vandaar dat ik zo licht heb afgesteld. Ja, het is nu gewoon een kwestie van afwachten. Dus wat ik nu ga doen, lekker Engels met rust laten. Ik kreeg net al een piepie. Toch een heel goede teken. Ja, laten we hopen dat er wat moois vanaf komt. Uiteraard zal ik zo meteen nog even een klein beetje van welke rig ik gebruik rond deze periode van het jaar. Met daarbij een haak. Dat ga ik jullie zo meteen ook nog even uitleggen. Ja goed, het
belooft natuurlijk best wel veel. Alle paar piepjes gehad. En ja, ik blijf hier nog wel even zitten. Ik heb net ook bedacht, mocht het gaan lopen zometeen. En, ja, misschien trek ik het nog wel tot morgenochtend door. Dus wat dat betreft. Aan motivatie ontbreekt het zeker niet. Hopelijk. Tot zo. Nee, goed jongens, ik heb even mijn richtzeef erbij gepakt. Om jullie te laten zien ja, wat ik voor onderlijn gebruik deze periode van het jaar. Weer een piepie. En om jullie even een beetje mee te geven hoe ik dat aanpak met betrekking tot onderlijntje. Weer een piepie. En nou ja, goed, zoals jullie kunnen zien vis ik vrij kort. Ja, mijn geheim is eigenlijk altijd van ja, qua onderlijn zelf. Dus het touw, om zo maar even te zeggen. Ja, boeit het me nooit zoveel. Maar de haak die ik gebruik is eigenlijk altijd de White Cape Kamakura haakje. Waarom? Deze zijn vlijmscherp. En zeker in de winterperiode krijg je toch niet zoveel aanbeten. Dus wat dat betreft... Ja, ja. Super blij met de eerste vangst. En ja, ga ik hem zo meteen laten zien aan jullie. Wat een prachtige vis. Zeker voor deze tijd van het jaar. Tot zo. Jezus, wat een plaatje. Ongekend dit. Super mooie vis. Zal de andere kant ook nog even laten zien. Wat een kan je, jongens. Moet je de schip op de kroon zien. Helemaal verliefd op deze vangst. Oh. Nou jongens, wat er nu gebeurt, ongekend. Ik vang me toch een prachtige vis. Helemaal in mijn sas ermee. Wat een begin. De eerste sessie en meteen zo'n vis vangen. Uiteraard ook weer een prachtige vis om terug te komen door de zwijntjes. En echt beide kanten zijn gewoon even uniek. Moet je kijken, wat een kanje. Hopelijk gedraagt hij zich een beetje. Wat een begin. Dit zag ik ook niet aankomen. Oh, wat een mooie vis. Nou, ik laat de andere kant ook nog even jullie zien. Dikke kus. De andere kant is nog wel mooi, hè? Ja, zulke bijzondere vissen die zet ik altijd graag terug. Zoals jullie weten van film ik ze ook gewoon s'nachts. Ik zag ze niet. Heel eventjes, 10 minuten per kwartiertje om de boel klaar te zetten. En dan mag je weer lekker zwemmen. Op naar de volgende. Ja, goed jongens. Ik wilde eigenlijk even een praatje doen. Ja, over wat voor soort rig ik gebruik. Jullie zien het al. Er ligt een sling in het water. Ik kreeg opnieuw een snoeier aanbeet. Op de handrengel. Ja, en deze ga ik uiteraard even jullie laten zien. Wat een avond. Prachtige vangst. Het duurde niet lang dat mijn linker hengel afliep. Ja, ik doe duidelijk iets goeds.
Want om meteen zo'n mooie vangst in de handen te mogen hebben, zegt natuurlijk heel veel. Zeker voor de tijd van het jaar. Ik ga hem niet te lang op de kant houden. Ik toon jullie nog even de andere zijde en dan ga ik hem lekker weer terugzetten waar ik hem vandaan heb. Uiteraard nog even een dikke kus erop. Oh, wat ben ik blij jongens, als het er zo loopt. En je pakt meteen, vis. Ja, dat doe je gewoon iets goeds. Blijkbaar zit ik in een mooie winterholing. Moet je eens kijken, wat een roer zit erop. Ja, wat een begin. Ja hoor. Ja, hopelijk lopen ze meteen nog een keertje af. Het zal wel echt heel mooi zijn. Hop. Yes. Yes. Nou ja, goed jongens. Ik heb twee prachtige vis kunnen vangen. Maar goed, zoals jullie kunnen zien achter me breekt het aardig los. Dit is nog maar een begin van een flinke storm die er aan zit te komen. Dus wat ik lekker ga doen nu is mijn spulletje inpakken en ik laat vandaag voor wat het is. Dus goed, mag zeker niet klagen en keer ik hier weer snel terug. Yes, nou ja, goed. Ook in deze video leek het me wel handig om het een en ander mee te geven met betrekking tot mijn wintervisserij. Zoals jullie hier al voor me kunnen zien, heb ik hier in principe allemaal formale bolies voor me liggen. Hier tussen komen ook enorm veel vezels vanaf. En zeker wanneer je dit heel compact op je voerplekje weet te krijgen of op de plek waarvan jij denkt dat karpen zwemt en dit op de bodem legt. Werkt dit super attractief. Meer omdat wanneer een karper hier eroverheen zwemt of witvis ermee aan de haal gaat, dat het gaat dwarrelen. En de dwarrelen triggert vaak de karpers enorm en het trekt ze gewoon over de streep. Ikzelf heb hier ook alleen maar hele goede ervaringen mee. En je kan hier ook altijd nog een klein beetje maïs aan toevoegen of wat kikkererwten of iets in die zin. Ja goed, in een bolus zit in principe ook eigenlijk alles qua ingrediënten. Dus ja, het is gewoon een heel mooi product. Zeker ook om dit soort dingen mee te doen. Ja, hoe doe ik dat precies? Ik heb hier al een Nutribullet. Die gebruik ik hiervoor. Is hier zeker niet geschikt voor. Hij heeft al securen en het komt gewoon erom dat ik hier ook tijgernoten mee heb lopen te vermalen. En uiteraard regelmatig mijn bolus mee vermalen in mijn wintervisserij. Ja, hoe werkt zoiets? Eigenlijk vrij simpel. Het is gewoon een beker. Aan de onderzijde van een dop zitten we het plaatje bevestigd. Dit hakt in principe het aas in kleine stukjes en vermaalt het. Nou goed, in het bekertje stop je maar liefst twee handjes. Bolies. 1. En 2. Draai de dop erop. Op. Stop hem erin. Draai hem vast. Maak even wat lawaai. Stop de stekker erin. Hop, stekker eruit. Ja, en deze manier van vissen en gebruiken van het aas heeft mij echt al enorm veel karper op de kant gebracht. Ja, het is natuurlijk ook super handig, want dit kun je heel makkelijk kwijt in bijvoorbeeld een netje of in een PVA-stringetje. Dus ja, in principe is het idee gewoon erachter van joh, een hele attractieve manier om karpen te triggeren en het aas te krijgen. Wel moet je opletten wanneer het voorjaar naart en de brasem echt heel actief gaat worden. Dat dit vaak een manier is die juist weer heel veel witvis aantrekt. Ja, daar word je ook niet blij van. Als je 24 of 48 uur aan het vissen bent en je vangt de ene brasem naar de andere brasem. Dus wel één dingetje om vooruit te kijken wanneer het idee van joh, ik vang veel brasem. Dan moet je toch iets grover weer gaan voeren en dan vaak gooi ik er ook wat half verdelen bolus tussendoor.
Yes, nou ja, goed, ook deze sessie wilde ik jullie een klein beetje meegeven hoe ik het aanpakte. Het is maar liefst januari. En ja, is mijn aanpak met betrekking tot de windvisserij gewoon iedere keer weer anders. Ja, in deze sessie vis ik het haken van, of althans rechts van 40 centimeter lang. Zoals jullie kunnen zien. En zijn mijn favoriete haken in de winterperiode Kamakura's. Uiteraard met een ringetje op. Zoals jullie kunnen zien op daar. Wat uiteraard het indraaien van de haken enorm bevordert. En ja, vis ik eigenlijk altijd wel relatief vrij kort op mijn haak met de bolus op mijn her. Ja, en als. Als bijvoer gebruik ik enkel maar een PVA netje, zoals jullie kunnen zien. Met daarin voor nutboilies. Dit is toch wel een boilie die zich iedere winter weer toch wel echt weer bewijst. Niet alleen bij mij, maar ook bij mijn teamleden. En ja, is dit toch wel een manier van vissen dat toch wel elke winter weer zijn karpers op de kant brengt. Ik hoop dat ik jullie hier in ieder geval iets meegegeven heb. En ja, ik hoop dat er wat moois vanaf gaat komen. Je weet het immers nooit in de winterperiode. Soms blank ik gewoon dagenlang. Ja, soms heb ik ook succes. En naarmate je steeds vaker de winter erdoor vist, ja, wordt het alleen maar beter. En begin het spelletje steeds beter te begrijpen. Dus daarin valt heel veel te winnen. Het is ook daarentegen behoorlijk koud aan het worden en erg mistig. Dus ja, prachtig decor om een karper aan jullie te showen. Yes. Nee, goed, we lopen even naar de auto. Dat is wel het lekkere van hier al. Het is een klein stukje lopen. Althans een meter of 25. Voordat ik bij mijn auto ben. En ik heb mijn receivertje in de auto leggen. Dus ja, dat maakt het wel een stuk beter om te doen. Het is wel taai, het is ook erg mistig. Ja, je ziet bijna niks, maar ja, het is echt mistig, jongens. Bikkelen. Ik hou het nog wel even vol. Ik blijf sowieso tot morgenochtend zitten. En we gaan het allemaal meemaken. Heerlijk. Dit soort van vissen doe je het echt voor. Althans, ik wel. Het is super lekker als je vanaf het kanaal komt. Ja hoor, ik kan me even laten zien aan jullie. En daarna mag je weer lekker terug. Wat een prachtige spiegelkarpen, jongens. Heerlijke beuk van het kanaal. Een vis waar ik enorm blij mee ben. Ik ga hem even laten zien aan jullie. En dan mag je weer lekker terug. Yes. Weer een heerlijke spiegel van de boezem. Uiteraard weer een vis waar ik echt enorm mee in mijn nopjes ben. Ga hem even laten zien aan jullie. Moet je kijken, wat een plaatje. Van dit soort vis word ik gewoon enorm blij. En uiteraard weer een vis om terug te melden. Moet je kijken, wat een kleine kanon. Echt super blij mee. Ja hoor, knokte voor wat die waard was. En ja, een vis waar ik gewoon de aankomende dagen nog lekker op kateren. Dat zeker. Ik show even op de andere kant aan jullie. En dan geef ik hem een dikke kus. Oh, pakkei. Wat een prachtige vis. Heerlijk. Ja hoor.
Goed, gaan we lekker laten zwemmen. Die kus erop, is mooi geweest. Hoppa. Nee, goed jongens. Het einde van de video is weer genaderd. Uiteraard zal hier zeer zeker een aflevering op volgen. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Ik heb een prachtige winter achter de rug. En wordt het langzaam weer tijd voor nieuwe avonturen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik wil jullie bedanken om in ieder geval een reactie onder de video te zetten. De video te liken. Dat motiveert mij uiteraard enorm. Blijf het zeker doen. En zie ik jullie weer snel terug in het volgende avontuur. Bedankt en tot snel.